Ja, naast wie sta ik in mijn broer? Zeg je naam, welke gym? Ik ben Gideon van M-Sport. Ik vecht al een tijdje bij Infusion. Ik heb een contract daar. Ik zit er al 3 jaar. Dus we zijn lekker bezig. En je moet de hoofdpartij, toch? Yes, contender fight. Tegen Van Roosmalen, de winnaar staat tegen Semmelier volgend jaar. Dus spannend. Inderdaad, spannend. Omdat het zo spannend is, neem ik aan dat je voorbereiding ook extra was. Ja, sowieso. Ik train altijd hard. Maakt niet uit tegen wie eigenlijk. Dit wist ik eigenlijk ook pas op het laatste moment. Dus ja, ik train altijd hard. Maakt niet uit tegen wie. Elke partij is voor mij spannend, dus ik moet altijd hard trainen, toch? Mm-hmm. Hoe sta je erin? Hoe voel je? Ik voel me goed. Mensen weten van mij. Maakt niet uit tegen wie. Ik kom altijd gewoon om te vechten en om een spektakel te geven. Oké, dus vrij duidelijk. Dan hou het ook vrij duidelijk en kort, want we zijn allemaal benieuwd. Hoe gaat het eindigen? Hoe het gaat eindigen? Dat is altijd een verrassing, toch? Kijk, voor mij is het belangrijkste winnen. Het maakt niet uit hoe. Die 8 tellen valt sowieso 9 van de 10 keer in mijn partij. Dat weet iedereen. En ja, mocht die echt gaan zitten, dan is dat alleen maar mooi meegenomen, toch? Jij zegt die valt, toch? Dat is wat je wilt horen, toch? Dat gaat cool. Nee, valt. Is dat hun willen horen. Dat is wat hun willen horen, oké. Okay. Ja, dan valt die. En kan je ons zeggen wanneer? Einde tweede ronde. Oké. Okay. En als je die titel binnen hebt, als je die contender fight krijgt, ja. Hoe erg heb je er naar uitgekeken? Ja, ik denk dat dat wel het belangrijkste is als je bij Infusion vecht. Ik denk als je die titel hebt, ja, dat zegt genoeg, toch? Dat ben je de beste. Maar het is ook nog, ik ben deze partij, we kijken vooruit nu, hè? Als je deze partij zou winnen, tegen Andy Simulier, en je krijgt hem in je armen deze titel. Hoe is de blijdschap? Hoe groot zou de blijdschap zijn? Ja, dat is het mooiste wat je kan hebben, toch? Ik bedoel, dat is wat elke vechter wil, de beste zijn. En ja, dat is gewoon eigenlijk een taart. Of van gefeliciteerd, jij bent de beste hier, alsjeblieft. Dus, Het gaat nog heel simpel over voor je titel. Ja, tuurlijk. kijk, weet je wat het is? Ik hou gewoon van vechten. Die titel is mooi, weet je, van hier, alsjeblieft. Kijk, jij bent echt de beste. Yes. Maar ik kom gewoon echt om te vechten. Ik vind het leuk om te vechten, snap je? Dus die titel is voor mij bijzaak. En Real Warrior? Tuurlijk, kom altijd om te vechten. Mensen weten dat. Woes. Thanks, bro. Maar nu kan ze de titel, hè? Ja, de titel is voor jou. Rematch tegen Semmelier. Ja. Hij heeft al een keertje voor me gewonnen. Semmelier is topvechter natuurlijk. 1 keer verloren, dus ik zou hard aan de bak moeten. Hij is, ik heb Andy Simulier ook van tevoren gesproken. Hij zei van, ik denk dat Noorin gaat winnen. Dat zei hij ook tegen mij. Hij zegt, ja, ik heb al een keer van jou gewonnen. Hij zegt, ik wil eigenlijk gewoon een andere. Hij wil graag iedereen verslaan, maar hij zal het helaas met mij moeten doen. Helaas wel. En hoe voel je het zelf gaan dan? Het was een zware pot. Ja? Ik wist dat Noorin sowieso conditioneel sterk zou zijn, hoog tempo zou doen. Dus ik was wat rustiger dan normaal. Ik heb gewoon technisch gevochten. En gewoon veel gescoord met low kicks. Sommigen zeggen onterecht. Maar ja, sommige mensen die zien die low kicks niet, snap je? Dat zijn gewoon stiekeme punten. En punten zijn punten, toch? Ja, dus jij vindt gewoon het terecht hebt gewonnen? Ik heb terecht gewonnen. Hij is niet terecht gewonnen. Oh. Dat is jouw mening. Goed zo. Dat is niet mijn mening. Dan zeg ik het gewoon. Punten zijn punten. Dat is gewoon bullshit. Hij heeft niet terecht gewonnen. Punten zijn punten. Dat is gewoon onzin. Punten zijn punten. Punten zijn punten. Ja, dus je hoort het al, niet iedereen is mee eens. Nee, niet iedereen is mee eens, maar dat hou je altijd toch? Jij vecht hoe je moet vechten natuurlijk. En, ik slaap lekker tenminste. Ik zie dat hij vanavond niet lekker slaapt. Dus. Deze man gaat Semmelier pakken. Of het volgende keer is, of daarna, hij gaat hem pakken. Komt goed. Ik zeg, nou gefeliciteerd man broer, het is anders dan normaal. Ik zie je volgende keer. Hoes. Dankjewel.